Ik ben Fokko Muller, 57 jaar oud, straatfotograaf. Als u door mijn ogen kijkt, dan ziet u mensen. Altijd weer een ander beeld op. Man bijt hond kijkt vandaag door andermans ogen naar de stad Utrecht. Het gaat mij om de mensen, maar de stad is eigenlijk het decor. En ik zoek eigenlijk gewoon naar alledaagse momenten. Emoties van mensen, maar ook ja, zoals mensen een plaat aan het uitzoeken zijn. Dat ik de foto maak, dan wil ik gewoon eigenlijk de mensen hebben zoals ik ze op dat moment zie. Ik geniet ook gewoon van het op straat zijn, ook als ik geen camera heb. Ik zie altijd mensen, interacties tussen mensen. Je ziet de mensen lachen, huilen, ontmoetingen, afscheid. En ja, daar gaat het mij om. Toch wel veel jonge mensen. Ik vind altijd op de een of andere manier ook wel mooie mensen in Utrecht lopen. Het is een goed verzorgde uitvaart. Ieder zijn ding natuurlijk, maar skaten dat breekt alleen maar waarschijnlijk mijn nek. En ik heb hoogtevrees, dus de domtoren dat is voor mij niet echt een optie. Dus laat mij maar lekker op straat dicht op de grond zijn, absoluut. Ja.